Kijkers van Loek TV, welkom bij deze aflevering van Stadserf. Nou, konden we vorige keer nog met allerlei excuses lekker binnenblijven. De wethouder Hekman was onverbiddelijk en sprak op straffe toon: we gaan buiten staan. Nou, je handen vriezen er zo wat af, maar dat maakt niet uit. Ik heb in één koude hand een briefje en een andere microfoon. Meneer Hekman, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, gewoon buiten. Lekker buiten, heerlijk weer. Ja. We gaan er gelijk op inhakken, want u meldde net dat er, zoals dat heet, nieuws is wat gelijk even gemeld moet worden. En dat gaat over de scheepvaartweg. Wat is daar aan de hand? Ongeveer een week geleden is geconstateerd dat daar een gedeelte van een riool is ingestort onder de scheepvaartweg. Ja, daar moeten we acuut mee aan de gang. En dat zal betekenen dat de komende weken de scheepvaartweg voor een groot gedeelte afgesloten wordt. Ja. Valt dit weer onder het kopje achterstallig onderhoud? Of zegt u van dat is gewoon een factor, dat kan altijd gebeuren? Ja, dit kan altijd gebeuren. En we zijn er nu achtergekomen doordat we onze riolering aan het inspecteren zijn. En ja, hier kwamen we op een punt, daar kon zeg maar degene die aan het controleren was. En dat gaat dan met zo'n mooi apparaatje door het riool heen. Die zei van ja, dit klopt niet meer. Hier is die ingestort. Ja, en wij willen natuurlijk niet dat daar het riool daadwerkelijk instort en dat er een auto inrijdt. En we willen ook niet dat de riolering van voornamelijk de botenbuurt stopt. Want dan gaan we andere problemen krijgen. Nou is het vaak zo dat de bewoners willen nog wel eens mopperen, want dan weten ze het niet of de omleidingen zijn niet bekend. Zoals dat heet, dat moet wel goed bekendgemaakt worden. Bewoners scheepvaartweg en omgeving, hoe kunnen zij het beste de berichtgeving volgen? Waar kunnen zij het vinden? Ja, ze kunnen natuurlijk altijd de gemeente daarvoor benaderen. We zijn nu ook bezig om een brief te maken. En waarschijnlijk is die, als dit wordt uitgezonden, al verstuurd naar de Woudhoek, naar de omwonenden. Om duidelijk te maken wat het probleem is en waarom er ook acuut gehandeld wordt. En hoe lang het ongeveer gaat duren. We gaan de onderwerpen even oppakken die voor u spelen. Nou, u bent onder andere van wonen en buitenruimte en allerlei andere zaken. Laten we even met wonen beginnen. Er kwamen van de week verontrusten berichten binnen over WoonPlus. Het bedrijf zou schuld hebben. Het gaat allemaal niet goed met de woningen. Nou, er wordt al weinig gebouwd, dat weet u zelf al. Toch wilde ik eens even een beginnetje maken met: wat is nou eigenlijk de relatie van WoonPlus en de gemeente? Hoe hangen jullie nou eigenlijk aan elkaar? Ja, WoonPlus is onze grootste verhuurder, voornamelijk op de sociale woningen, u kent het. En vanuit die rol, daar als gemeente hebben wij daar natuurlijk ook een rol en hebben we natuurlijk heel veel overleg. We hebben heel veel projecten samen, Nieuwland. Nou, dat gaat nog niet zoals ik zou willen. Mag wat sneller, maar ja, we hebben de markt niet mee. Dus daarin zitten we met WoonPlus goed om tafel. Ik spreek de heer Venhuizen, de directeur van WoonPlus, regelmatig. Om gewoon de actualiteit in de gaten te houden. En ja, het gevoel was er natuurlijk al. Het gaat natuurlijk niet heel goed met de woningcorporaties in Nederland door allerlei factoren. En ook WoonPlus heeft daar mee te maken. En die zullen dus op dit moment ook keuzes moeten maken hoe zij daarmee omgaan. In de krant hebben ze laten zetten: we moeten woningen verkopen. Daar waren ze al mee bezig. Het zal misschien nu nog meer worden. Daar gaan we de komende tijd wel in overleg hoe en wat we daar precies aan gaan doen. Want ook als gemeente vind ik dat we daar een stem in mogen hebben. Dus ik verwacht daar de komende maanden meer duidelijkheid over te krijgen samen met WoonPlus. Om de plannen van WoonPlus voor de komende jaren naast de plannen voor de gemeente te leggen. En eigenlijk gezamenlijk tot een plan te komen. Ja. Maar met name natuurlijk gaat het vaak om de centjes. Nou zijn er mensen die denken dat de gemeente zo af en toe eens even in de kassa van WoonPlus kan graaien. Om het maar heel lomp te zeggen. Laten we dat gelijk eventjes helder, zoals u dat graag zegt, uiteenzetten. Ja. Nou, dat gebeurt niet. Wij graaien niet in de kas van WoonPlus. En WoonPlus kan ook niet in onze kas graaien. Nee, daarvoor zijn we dan weer te ver van elkaar af. En dat is misschien maar goed ook. Mij wordt wel gevraagd vanuit de gemeente van: kunnen wij daar iets aan doen? Nee, dat niet direct. Wij kunnen alleen maar in gesprek gaan en kijken van wat kan WoonPlus in onze stad doen. Die verkoop van woningen, ik ben daar misschien nog niet eens direct tegen. Maar het gaat er mij om van: waar gebeurt dat dan precies? En hoe gaat dat dan vormgegeven worden? Er staan ongeveer in Schiedam zo'n 1000 woningen te koop. Het mag natuurlijk niet zo wezen dat de huidige woningmarkt enorm verstoord gaat worden door WoonPlus. Nou, dat zijn wel de gesprekken die we met WoonPlus moeten gaan voeren. Ja. Nou is het zo dat WoonPlus beschikt over 12.000 woningen. Wanneer je dat een beetje omrekent, zeg een ton per woning, dan zouden ze zeg maar even heel grof gezegd 1,2 miljard bezitten. En dan gaat het om 20 miljoen schuld. Kunt u dat een beetje rijmen?
Nou, ik ben niet financieel onderlegd, maar wat ik wel weet is dat het woningbestand van WoonPlus redelijk verouderd is. Dus dan kunnen we wel zeggen van nou, het is een ton waard, maar we zien ook dat er zo af en toe wat gesloopt wordt. En als iets gesloopt wordt, dan is het gewoon niks meer waard. Die berekening die u doet, op een achterkant van een sigarendoos zou ik die ook kunnen maken. Ik doe hem niet op deze manier. Als ik zeg van 20 miljoen bezuinigingen op een personeelsbestand van wat WoonPlus heeft, dan is dat best wel heel veel. Dus je kan ook weer een andere berekening daarop loslaten. Dus ik kijk niet naar het aantal woningen en hoeveel zo'n woning ongeveer waard is. Hebben jullie nou overleg over het feit van wat moet je nou verdienen? Wat mag een huis nou kosten? Hebben jullie daarover gesprekken? Of is dat echt een zaak van WoonPlus alleen? Nou, WoonPlus is gehouden aan Europese regels. En die zijn wel wat aangescherpt de laatste tijd. Zij moeten ongeveer, 90% sociaal bereikbare woningen in Schiedam hebben voor de doelgroep tot 35.000 of 33.000 qua inkomen dan in Schiedam. En dat is hun doelgroep. En ze mogen dan nog wel een plusje erop hebben, maar die is zeer beperkt. En daar is dus door WoonPlus ook maar heel weinig in, noem maar even, te onderhandelen en te handelen. En dat geeft wel de spanning aan voor WoonPlus de komende jaren. Maar dat geldt eigenlijk voor elke woningcorporatie in Nederland. Mensen die jong zijn, die willen op een gegeven moment gaan trouwen of samenwonen en die willen een huisje huren. Even heel algemeen gezegd, hè, hoe ziet u die toekomst van het huren van een huisje in Schiedam? Is dat dadelijk haast een onmogelijke zaak? Ik denk niet dat dat een onmogelijke zaak is. Wat we heel vaak als nadeel hebben gezien, dat wij een hele goedkope voorraad hebben, zie ik nu weer als voordeel voor Schiedam. Dat in Schiedam nog een heleboel woningen relatief goedkoop zijn. En dan relatief ten opzichte van onze regiogemeente. Wij hebben heel veel particuliere verhuur ook. Het is niet alleen WoonPlus die verhuurt in Schiedam, maar er is ook heel veel particuliere verhuur. En ik zie ook heel veel woningen die op dit moment te koop staan. Mensen die toch besluiten van nou laat ik het maar in de verhuur gaan doen, dan levert het in ieder geval nog wat op. Dus ik ben er nog niet zo bang voor dat mensen daadwerkelijk geen woning kunnen kopen. Het is misschien anders dan 10 jaar geleden. Als je dan beginnend was, dan kon je direct een eensgezinswoning met een tuin. Die tijden zijn misschien wel voorbij. Men zal weer van onderaf aan moeten beginnen en meer sparen voordat je een woning kan kopen. Dat zit er waarschijnlijk ook wel in. Dan heb je nog de bekende complexen die we ooit nog eens hopen te realiseren. Over het water, ik noem maar een complex. Eigenlijk een beetje een vervolgvraag van altijd. Ja, hoe is daar de stand van zaken van? Over het water, dat is dus zo'n overleg wat ik heb met WoonPlus. Want het is een samenwerking tussen WoonPlus en de gemeente. Daar hebben we moeten constateren dat het programma wat er een paar jaar geleden lag, dat was gewoon niet uitvoerbaar. De markt zat daar op dit moment niet op te wachten. Dus we proberen daar nu een ander programma neer te zetten. Aan de Parkweg waren daar bijvoorbeeld de appartementengebouwen gepland. Nou, die verkopen op dit moment niet. Dus die laten we achterwege. We gaan wel proberen eensgezinswoningen te realiseren daar in een prijskategorie. Die ook gewoon voor Schiedammers uit Nieuwland haalbaar zou moeten zijn. Nou, even nog het vervolg tussen WoonPlus en de gemeente is de omgeving Majoraanveld-Kervelveld. Het gaat zich een beetje verharden. Er is nu een uitspraak gekomen van WoonPlus heeft gerekend en die heeft gezegd, die huizen, dat is echt niet goed. Laten we ze dan maar afbreken en opnieuw bouwen. Dat is goedkoper dan restaureren of herstellen. Daar is nu een beetje oneenigheid over. Bewoners willen nu weer blijven zitten. Die zeggen, dat kost me allemaal geld en... Gaat dat steeds groter worden, dat probleem? Hoe ziet u dat? Ik hoop niet dat het probleem steeds groter wordt. Wat ik zie is dat we een problematiek steeds maar vooruitgeschoven hebben. Eigenlijk direct na de bouw was al duidelijk dat er iets mis was met die fundering. Er is een paar jaar na de bouw schijnen wel wat handelingen aan die fundering te hebben plaatsgevonden met trekstangen. En de hoop was op dat moment dat die woningen zouden blijven staan. Maar we hebben toch moeten constateren, of WoonPlus heeft moeten constateren, dat het niet de oplossing was die beoogd is. Er is in de afgelopen tijd wel gesproken met de gemeente, ook vanuit de mensen die constructief zijn onderlegd, van wat is nu wel een goede oplossing. Er zijn ook meerdere bureaus hebben ernaar gekeken en eigenlijk elk bureau zegt van wat we ook daar doen. Het zal in ieder geval betekenen dat er een forse investering zal moeten plaatsvinden. Mensen zouden dan sowieso ook allemaal hun pand moeten verlaten. Het is niet zoiets wat we zomaar kunnen doen, dus die verhuisbeweging zou sowieso moeten. En dan misschien wel twee keer. En geen enkel bureau zei van, en hiermee garanderen, met onze oplossing garanderen dat het probleem is opgelost. Nou, dan krijg je toch heel concreet de vraag voor, is dan de optie van sloop, is dat misschien dan toch het beste gewoon voor de lange termijn, zodat we iets daar neer kunnen zetten wat wel stevig staat. Even nog heel kort over die damwand. We hebben met uw collega de heer Most het ook over gehad. Wie moet hem nou betalen? Toch eventjes om het verhaal fris te houden. Hoe is daar de stand van zaken van?
Ik neem aan dat de heer Mostert heeft gezegd dat wij hem niet betalen. En daar sluit ik mij volledig bij aan. Want die damwand is dus op dat moment ook niet meer nodig. Voor zover ik nu heb begrepen. Als wij die woningen gaan slopen. En daar zullen dus weer nieuwe woningen komen. Nou, daar gaan we natuurlijk mee in overleg met WoonPlus. Hoe en wat. En dan ga ik ervan uit dat wij daar een fundering kunnen maken die wel stabiel genoeg is. Dus niet dat het zand weer aan de zijkant wegloopt. En dan kan je over 10 jaar weer opnieuw beginnen. Dat is niet mijn doel. Dat zou natuurlijk heel raar wezen als we nu iets gaan slopen. En dan ook... Maar u zegt eigenlijk, die damwand, daar is misschien wel eens een kans van dat helemaal niet nodig is. Nou, die damwand, dat is altijd genoemd. Tenminste, zoals het mij aangegeven. Dat een oplossing zou zijn voor het verschuiven van de grond. Maar nu wordt toch aangegeven, we krijgen daar geen garantie van bureaus dat het daadwerkelijk de oplossing is. Ja, een damwand slaan kost ook heel wat geld. En als je dan niet de garantie krijgt dat het goed blijft gaan, dan moet je misschien toch andere keuzes maken. Die keuze is niet door de gemeente gemaakt. Die heeft WoonPlus gemaakt. Het is bezit van WoonPlus. Maar de gemeente heeft wel gezegd wij begrijpen dat u tot deze keuze komt. Hoe vervelend dat ook is voor de mensen van het Majoraanveld. Die emotie begrijp ik zeer goed. En ik ben ook blij dat WoonPlus nu waarschijnlijk al gesproken heeft met de omwonenden en enige uitleg heeft kunnen geven. Ja, we staan hier niet voor niks op deze locatie. Stadhouderslaan, Prins Bernhardlaan en dan nog een straat die ik eigenlijk nog nooit van mijn leven goed gehoord heb. Het heeft te maken met de bomen. U liet mij van de week schrikken. U zegt 900 bomen in Schiedam, daar wordt het hoog tijd voor om die maar eens neer te halen. Dat zal natuurlijk niet zomaar zijn. Wat is de oorzaak? Het is nog erger. Het is minimaal 900 bomen. En dat is heel vervelend. Een paar weken geleden werd mij gemeld. En ik wist wel dat er een onderzoek gaande was naar het bomenbestand in Schiedam. Maar ik wist niet dat het zo extreem was qua dode bomen, zieke bomen, aangetaste bomen. Mij werd aangegeven door ambtelijk dit geeft enorme veiligheidsrisico's. Bomen die dood zijn, die kunnen omwaaien. Of omvallen. Bij wijze van spreken hoeft maar een zuchtje wind te zijn en hij valt. En we weten nooit precies wanneer. En zeker op onveilige plekken. Dan moeten wij handelen als gemeente. Wij kunnen ook niet anders. En het is geen keuze geweest. Er is natuurlijk altijd een keuze. Doe je het wel, doe je het niet. Maar als je zegt van nou laat ze maar staan. Ja, dan gaan we ongelukken krijgen zoals een half jaar geleden gebeurd is. Dat er een boom op iemand waaide. Nou, dat willen we niet in Schiedam. Wij zijn, nu wij het weten, zijn wij volledig aansprakelijk. Dus wij moeten handelen. En dat gaan we doen voordat het vogelseizoen, het broedseizoen gaat beginnen. En dat is al heel snel. Ik kan me wel voorstellen dat u natuurlijk niet de hele Milieufederatie over u heen wil krijgen. Dat u groen onvriendelijk bent. Ik neem toch wel aan dat de bomen terugkomen. Ja, nee, dat was voor mij een randvoorwaarde natuurlijk. En dat heeft de gemeenteraad natuurlijk ook direct gezegd. We gaan natuurlijk niet alleen maar bomen kappen. Er moet dan ook weer wat terugkomen. Dus we zijn ook al bezig om te kijken van hoe gaan we onze herplantplicht invullen. Waarbij ik heb aangegeven dat ik het goed vind als we niet meer van die snelgroeiers, zoals ze dat noemen, de populieren, terug gaan plaatsen. Maar dat we kijken naar degelijkheid, naar duurzaamheid. Zodat we niet over 30, 40 jaar weer met een grote boom zitten die om moet. Maar een wat meer duurzaamheid, zodat die mogelijk een paar honderd jaar kan blijven staan. Nou, we zitten toch in het groen. Een onderwerp wat een tijdje niet ter sprake is geweest. Terwijl ik ondertussen toch probeer even mijn handen warm te houden. Want u bent waarschijnlijk wat warmbloediger dan ik. Het Beatrixpark. Daar waren mooie plannen voor. Dat zou allemaal heringericht worden. En daar hebben we eigenlijk niets meer van gehoord. Wat is de stand van zaken van het Beatrixpark? Voor het Beatrixpark is, ik geloof een anderhalf jaar geleden, is daar een plan door de gemeenteraad, een visie Beatrixpark, vastgesteld. En dat betekende dat we daarna aan de slag gegaan zijn met uitvoeringsplannen. Nou, wat mij betreft altijd bij speelt is de communicatie met de omgeving. Dus er is een klankbordgroep ingesteld om te kijken van hoe gaan we het nu daadwerkelijk invullen. Waar we het net over hadden, de bomen. Ook in het Beatrixpark staan oude dode bomen. Dus er zal ook gekapt gaan worden in het Beatrixpark. En we hebben ook gezegd vanuit de visie die we hebben vastgesteld in de gemeenteraad. Zal dat dus ook veranderingen gaan plaatsvinden in het Beatrixpark. Ik verwacht dat nog niet op korte termijn zal zijn. Maar ik hoop toch wel aan het eind van het jaar, na het broedseizoen. Dat daar toch ook weer handelingen kunnen gaan plaatsvinden op basis van een uitvoeringsplan. Even van het briefje lezen. Het beheer openbare ruimte. Er komen 4 grote herinrichtingsprojecten aan. Ketel Oost, Verzetsheldenbuurt, Geuzenplein, Heijermansplein. Dat betekent dat er toch weer een behoorlijk stuk Schiedam op de schop gaat. Wanneer moet het plaatsvinden en wat gaat er precies gebeuren?
Nou, ik weet niet concreet precies wanneer het gaat plaatsvinden, maar we zijn nu met de voorbereidingen bezig en we proberen ook de omwonenden daarbij te betrekken. Ja, u kent mij, Schiedam, en ik heb dat al vaak gezegd, zal de komende jaren gewoon overal zo ongeveer op de schop gaan. En dat blijft niet alleen beperkt tot Noord, dat zal ook in andere delen van de stad zijn. Omdat het gewoon nodig is. We hebben achterstallig onderhoud. Zeker in Noord hebben we vaak met ophogingen te maken. Als we moeten ophogen, dan vind ik dat we ook direct moeten herinrichten waar mogelijk. Daarbij heb ik afgesproken van we gaan goed naar de omgeving luisteren. Als er opmerkingen zijn, goede suggesties nemen we mee. Vaak gaat het om parkeren of een extra boom. En er zijn altijd een heleboel dingen wel mogelijk en ook een heleboel dingen weer niet mogelijk. Maar aan de voorkant daarover het gesprek. En dat ja, volgens de trits, zoals we dat maar genoemd hebben, beginspraak, inspraak, afspraak. Dat betekent heel helder aan het begin zeggen van we gaan hier beginnen. Wat zijn uw opmerkingen? Uiteindelijk een inspraak van dit zijn onze plannen. Wat vindt u ervan? En op het moment dat dat geaccordeerd is, dan is het ook afspraak. Dan gaan we het ook doen. We gaan het afronden, meneer Hekman. Terwijl de mensen om ons heen vriendelijk staan te lachen en het lekker warm hebben. Dienstverlening. U heeft ook nog in uw portefeuille, veel meer in uw portefeuille, maar u heeft ook dienstverlening, zoals dat dan chic heet. Wat gebeurt er op het ogenblik op het gebied van dienstverlening? Samen met de burgemeester doe ik dienstverlening. Dan richt zij zich voornamelijk op de stadswinkel. En ik richt mij voornamelijk ook op het digitale van de dienstverlening. We hebben sinds 1 oktober in Nederland de omgevingsvergunning als opvolging van de bouwvergunning. En dat wordt wat mij betreft zoveel mogelijk ook digitaal afgehandeld. En ik wil proberen op alle vlakken de dienstverlening aan de Schiedamse burger zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. En we zien dat onze dienstverlening ten opzichte van een paar jaar geleden al goed verbeterd is. Mensen zien, die waarderen ook steeds meer ook hoe het werkt in de stadswinkel in zijn algemeenheid. Dus dat gaat de goede kant op. Maar het blijft altijd een aandachtspunt. En ik denk dat we daar nog heel veel slagen kunnen maken. Ook bijvoorbeeld in de openbare ruimte. Dat er het gemak van een melding maken dat er iets mis is. Bijvoorbeeld verlichting. Hè, dat speelde de laatste tijd veel. Meld het bij de gemeente. En wij proberen toch echt dat zo snel mogelijk op te lossen. Als dat binnen de mogelijkheden is. Wij zien gewoon dat heel veel afhankelijk is van meldingen door mensen. Nou, ik vind dat ook een stukje dienstverlening die wij gewoon op orde moeten hebben. Ja, wellicht heeft u zelf nog tenslotte van dit gesprek dat u zegt van nou, dat ligt me heel hoog of dat zit me heel hoog. Daar wil ik toch nog even kwijt, zoals het heet. Is er nog een spontaan gebeuren waarvan u zegt dat meld ik nog even? Op dit moment niks spontaans, maar mochten mensen spontaan een reactie willen geven, kan dat natuurlijk altijd. En misschien kan dat zelfs wel via Look TV, dan wordt het wel weer doorgestuurd. Maar het mag ook rechtstreeks naar de gemeente. En probeer alles zo adequaat mogelijk op te pakken. Soms duurt het een paar dagen voor een reactie geeft, maar ik hoop dat mensen daar wel begrip voor hebben. Maar het meeste, dat pakken we zo adequaat mogelijk op. Nou, één troost voor de mensen die kijken. U twittert tenminste al. Dus wat dat betreft, u bent op elke manier te bereiken. Ik dank u hartelijk voor dit gesprek. We gaan het proberen wat warmer te krijgen, meneer Hekman. Ik wens u nog een fijne dag verder. Ga ik aan de kijkers thuis vertellen dat we buiten stonden en dat de meeste van onze collega's lekker met de handen in de zakken stonden. De wethouder houdt ze op zijn rug. En de enige die het koud heeft, u kunt het zelf invullen. Wij wensen u nog een fijne dag verder. En dit was Look TV Stadserf. Tot de volgende keer.